Een aantal uur na opening van de 10 stemlokalen op het eiland is het nog steeds stil. Een enkeling komt het kieslokaal binnen en soms een handjevol meer. Maar drukte is er niet. Desondanks waagt de gezaghebber, zeg maar de burgemeester van Bonaire, zich aan een optimistische voorspelling. Zelf verwacht ik in de buurt van de 40%. De mensen die overdag de moeite nemen om wel te stemmen, weten goed waarom. Maar als daar, ik zie dus daadwerkelijk de Tweede Kamer van Nederland nou veel probeert te doen voor de Westeilanden, vind ik dat ja, wij ook hier moeten stemmen om ons te blijven helpen. Ik ben tevreden wat Nederland voor ons doet. Ik ben gepensioneerde. Voor ons het leven onthoudt hier. Het was erg duur. We hadden niet genoeg. Toen ik hier naartoe liep, kwam ik twee mensen tegen. Ja, wat ga je doen? Ik zei, ik ga stemmen. Ja, wij gaan niet stemmen. Ik zei, waarom ga je niet stemmen? Ja, op wie moet ik stemmen? Ik ken die Makambas niet. Gaat u stemmen? Natuurlijk. Ja? En ik ga stemmen voor D66. Kan u het laten zien aan de camera? Natuurlijk. En heeft u altijd op Alexandra gestemd? Nee. Wat was uw vorige keuze dan? Hoe noem je die kleine man? Dat was eerst... Raymond Knops. Raymond Knops. Dat was CDA. Ja, dat was CDA. Nu niet meer. Nu is deze. Dus eigenlijk stemt u voor de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties elke 4 jaar. Ja, natuurlijk. Nog even en dan gaan de stembussen dicht. De gezaghebber geeft een update over de opkomst. Net geen 25%. De opkomst is in ieder geval meer dan de vorige keer, maar toch teleurstellend. De avond is gevallen in Kralendijk. De opkomst is opnieuw extreem laag. Een opkomst die de moeizame verhoudingen weerspiegelt tussen de Bonaireaanse bevolking en de Haagse politiek, 9000 kilometer verderop. De Nederlandse politieke partijen hebben de eilanden min of meer links laten liggen en worden nu met gelijke munt, een lage opkomst, terugbetaald.